Kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij de wedstrijd in groep H tussen Uruguay en Zuid-Korea. Goed, ook hun gaan natuurlijk beginnen aan hun WK, dus dat gaat helemaal goed komen. Prima. Uruguay, Zuid-Korea. Er is echt naartoe geleefd door de supporters. Deze eerste speeldag van het WK. De groepsfase gaat zo beginnen en we zien de supporters op weg naar hun stoeltje. Vol spanning over wat er gaat komen. Dus blijft u rustig zitten, want straks gaan we live kijken naar deze ontmoeting in het Lucille Stadion. Een warme groet, beste kijkers. Nou, beter gezegd, een hete groet vanuit het prachtige Lucille Stadion. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, eigenlijk altijd. Of we moeten overschakelen naar het Engelsman, maar doe dat maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grutter en mijzelf, Siert de Vos. We gaan kijken naar de eerste wedstrijd van deze twee teams op dit WK. Het is in de groepsfase. De volkslieden van Uruguay en Zuid-Korea. Hallo Siert, dag beste kijkers thuis. Ja, we maken ons weer op voor een wedstrijd hier in de pool op dit WK. Een interessante ontmoeting, dat kunnen we wel stellen. Ik denk dat we heel wat actie voor de kiezer gaan krijgen. Oké. Dan de opstelling van Uruguay, Sergio Rochet. Rochet onderlap bij Uruguay. Dan hebben we uiteraard hier Vina, Rudin, Gimenez, Araujo. Middenveld zijn De Arzakete, Bentancur, Torreira, Valverde, Juan Leusuas en Cavani. Dat zijn dus van Uruguay. Zuid-Korea. De opstelling van Kim Sung-gil onder lat. De trainer van deze ploeg maakt er. Dan hebben we Kim Ye-soo, Kim Jung-won, Kim Min-ji, Kim Tae-hwan, allemaal Kims. Lee Jung-chun, Jung-woo-young, Hwang In-beong, Son, Heifert Eun-joon en Hwang. Nog iets. Ging allemaal net te snel. Uruguay, Zuid-Korea is begonnen. In de groepsfase. Bal rolt. Edinson Cavani. Gevaarlijke pas. Door de lucht gegeven. Valverde. Is op de radar te zien. Oh, fantastisch verdedigd. Kim Jong-soo. Van de bal gezet. Valverde. En dat is goed, dit is 1-0. Nee, dit is geen 1-0. Wat had ik dacht. Bentias, bent. Oh! Vierde paal, stuitert de bal weer het veld in. Zo is de grote kans voor Uruguay. Dat scheelde bitter weinig hoor. Ja, mikt hij een paar centimeter de andere kant op. Dan is het raak en dan sta je voor. Daar komt Zuid-Korea. Met een penalty. Ik krijg wel veel tegenpenalties. Vanmiddag 3. En nu gaan we gewoon weer door. Een mooie gelegenheid. Rochet gaat er niet in. Keeper blijft gewoon staan. Hoppa. Komt niet eens in de buurt.
Ik denk dat het niet onverstandig is als we deze man in de gaten gaan houden. Wat verwacht je van hem te zien? Hij is dé spelverdeler van deze ploeg, zie je het. Hij weet zijn teamgenoten altijd perfect aan te spelen. Ik zou eigenlijk niet weten wat ze zonder hem zouden moeten. Jiménez. Rodrigo Betancourt. Luis Suarez met de bal naar voren. Nee, toch geen aanval. De verdediging onderschept de bal. Dat komt Zuid-Korea. Hung Min Son. Zo. Goeie ingreep. Dat wordt een inworp voor de tegenstander. Ik gooi voor Uruguay. Georgian de Arrascaeta. Cavani. Cavani, Cavani. Prima Gerita. Torreira. Bal komt voor het doel. Gevaar is nog niet weg. Lucas Torreira. Torreira, de kopbal. Ze krijgen het balbezit weer. Zonder bal wordt het lastig scoren. Federico Valverde. Oh. Het was... Die som. Ik ga hem pakken. Doe goed in. Op de vleugel. Ze kunnen hier volgen. Daar komt het, is geen 1-0 voor Zuid-Korea. Dat hebben ze toch weer mooi opgelost. Ik denk dat dit niet helemaal de bedoeling was. Bijna waren ze op voorsprong gekomen, maar de bal gaat niet in het doel. Hij kets af op het doel. Ze wachten op een kans om toe te slaan. Cavani weer, Cavani, verrichting veranderd. Het is een corner. Torreira, de kopbal zit en dan kan het 1-0 zijn, dat is het dus niet. Bal gaat via de paal over de achterlijn. Via de paal gaat die bal buiten. Edinson Cavani. Nou, dat was Cavani, liep hem zo in. Edinson Cavani. Hij zit goed verdedigd. Nou, hij heeft nog de bal. Als die paas was aangekomen, dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Steekbal achter de defensie. Van Velde. Voorzet wordt weggewerkt. Een half uurtje gespeeld, 0-0. Hij schiet deze paas. Hieruit kan een counter voortkomen. Yes. Maar Zuid-Korea staat goed te verdedigen. Misschien een opening hier. Hoge steekpaas. Hij is er voorbij. En af en toe komen ze wel eens gevaarlijk eruit. Zoals hier. Luis Suarez. Suarez! Zo! Hij kan het nog altijd! Waarschijnlijk zit zijn allerlaatste WK natuurlijk, Luis Suarez. Heerlijke actie!
van Luis Suarez. Torreira met de corner. Suarez kopt! En dan kan hij het nog eens proberen. Suarez met deze voorzet. Een poging die bal weg te werken mislukt. Het gevaar is voorlopig weer geweken. Wilmenson. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Daar komt Uruguay weer aan. Maar dan gaat de aanval nog mis. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Oh, er gaat er eentje liggen en dan zijn ze met z'n drieën. Met z'n drieën zijn ze! De voorsprong pakken. En dan is het een goede tackle voor Uruguay. Ruimte voor de counter. Suarez. Luis Suarez. Suarez, maar gepakt door de doelman van Zuid-Korea aan Torreira. Een misscherpe counter. Knalde hem daarnaast. Ja, er valt een hoop af te dingen op de afronding. Zo is Uruguay in de aanval levensgevaarlijk. En dan breekt de rust aan in het Lucille Stadion. Nuno. Goed, dat is het dus. Een interessante wedstrijd, maar uiteindelijk staat nog 0 tegen 0. Goed, gaan we door met de tweede helft. Hebben we weer afgetrapt. Dan begint de tweede helft van hun eerste groepsontmoeting van dit WK. Goed verdedigd. Niet dat die tackle een blessure. En dat lijkt me een blessure. Maar Pieter legt het spel stil, zodat hij en werd gewoon ook stilgelegd. Zij kan niet meer verder. Ik hoop dat Zuid-Korea moet gaan wisselen. Dat ziet er niet zo fijn uit. Ja, het ging hard tegen hard hier. Hoppa, oeh, hij komt heel verkeerd eraan. De speler is naar de kant. Het spel wordt hervat. Uruguay natuurlijk die bal. Oké. Snel weer door. Bal voor de doelman. Torreira. En Luis Suarez hier. Suarez. Ja, daar is de bal. Luis Suarez. Mooi! Oh, ja, ja. Om daar de bal te veroveren. Vina. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het... Vina, kijk hem gaan. Vina, de voorzet. Ah, is de niet de 1-0. Want wat een gevaarlijke kopbal was dit. Niet helemaal op de juiste manier. Of hij heeft gewoon een vierkant hoofd. Of nog meer hoeken. Want hij gaat naast. Ja, nou ja, wat het ook is, zie je het. Ik denk dat je analyse... Luis Suarez. Het is raar dat hij van deze afstand niet op doel weet te krijgen. Lucas Torreira. Oh, wat een slechte paas. En nu de bal kwijt. Hij is duidelijk aangeslagen. Het is onduidelijk of hij nog verder kan. En nu gespeeld, 0-0 nog. Hij is van de bal gezet. Cavani. Torreira. Zo, die zit er lekker in. Die zit er lekker in. Zo, jongen. Wat een doelpunt. Die doelman
die is volkomen verrast. Die had echt niet verwacht dat er van die positie op toe zou worden geschoten. Hier wordt er geloerd aan Maffreu. Prachtige goal. De score is geopend. Het is 1-0. Staat dus 1-0 voor Uruguay. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Heerlijke goal van Uruguay. Dat zeker. Van verder. Over de lijn. Inworp. Torreira. Torreira gaat nog een keer proberen, maar deze keer. Hij gaat ruim over het doel. Lukt dat niet? Goeie tackle en bal terug in bezit. Araujo. Bij Valverde. Luis Suarez. Suarez. Balverlies. Hieruit kan een counter voortkomen. Zo. Zou kreeg voor een aanval zorgen. Zo is die bal weg. Maar dan komt Zuid-Korea weer. Niet handig. Ook zij zijn natuurlijk voor een verrassing kunnen zorgen. Wel ingeleverd. Met z'n tweeën. Daar schiet hij op doel. Corner. Tegengehouden. De coach gaat wisselen. De bal komt voor het doel. Een koppel op doel, maar moeiteloos gekeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. Zo op een trainerscursus laten. Bal ingeleverd. Een bal rond te spelen. Prachtig. Nog 15. Had hij dat haalt hij niet. En nog een kwartier te gaan. Goed gezien die bal. Is het een mooie aanval voor Zuid-Korea sterk nog. Hij zit erin. 1-1. Truimte vanaf. Een volley met een timing. Schitterende goal voor Zuid-Korea. Perfect gedaan, maar ja, dan moet er nog wel iemand tegenaan lopen. En vervolgens lijkt die speler hem hard binnen te werken, maar doet hij het anders. Hij verrast de doelman met een lepe vol. Prachtig afgemaakt. Oh. Torreira. Dit wordt spannend. Maken ze dan alsnog het winnende doelpunt hier? Staan goed. Eigenlijk verdedigend opgesteld Zuid-Korea. Het zijn vaak van zulke landen die weten dat ze niet veel kunnen doen tegen zo'n topland als Uruguay. Maar ja, het is vaak dat de underdog vaak wint. En dat is te zien. Hens. Voor een overtreding. En dat betekent dus een vrije trap. Er wordt een speler vervangen. In 2002 kwam Zuid-Korea voor het laatst in de halve finale. Dat was echt toen, ja, toen hebben ze natuurlijk het WK georganiseerd met Japan. Daar komt hij dichterbij. Gaat deze aanval het opleveren? Gefloten, ja, buitenspel. Cavani. Cavani. Luis Suarez. En dan kan hier de voorsprong zijn. En dat is het dus niet. Hij kan alsnog in. Maar in tweede instantie houdt de keeper hem gewoon tegen.
En het blijft gelijk. En dat was een heel belangrijke redding dus. Wang Hee-chan. Die paas wordt onderschept door Diego Godin. 2 minuten extra tijd. Buitenspel. Vlag omhoog voor buitenspel. Daar is ruimte op de vleugel. Ze maakte ja Uruguay een schitterende goal. Maar uiteindelijk houden ze er niets van over. Die leek onderweg naar het doel, maar de verdediger houdt hem tegen. Het is afgelopen. Uruguay, Zuid-Korea eindigt in 1-1. Geen terechte uitslag, als je mij vraagt. Ook als je mij niks vraagt, ik zou dat gewoon zeggen. Zie het, mag ik jou iets vragen? Nou, ga je gang, Jeroen. Wat vond je daar eigenlijk? Word je wijs van? Nee, ik geef je helemaal gelijk hoor. Ze hebben pogingen gedaan om het spel naar zich toe te trekken. Maar ja, weet je, het bleef gewoon in evenwicht deze wedstrijd. Logische remise. En in Uruguay, Zuid-Korea. Cavani. Dus ook hier komt er een gelijkspel uit. Goed. Leuke wedstrijd gezien, schitterende goal van Uruguay. Maar uiteindelijk weet Zuid-Korea ook een doelpunt te maken. En eindigt het hier in 1-1. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vandaag vanaf om 6 uur bij de volgende wedstrijd, hè jongens. Mazzel!